De eerste loper die gaat finishen, dames en heren. En graag een applaus voor hem. Hier gaat binnenkomen Rick Spijkerman. Jawel, dames en heren, hier gaat finishen Rick Spijkerman. Beide mannen senioren, winnaar. Heel goed gedaan, Rick. En we zijn in afwachting natuurlijk van de lopers. Die of dan natuurlijk een rondje gaan lopen en of gaan finishen. En Hilco Doesburg en Mike Luttekau is nog een ronde te gaan en Marcel Tellegen. Ik heb nu wel lekker ballen. Kijk hoe zij gaan lopen. Oh, ja, het is toch hartstikke koud. En in afwachting van de eerste loper. Moet je heel hard lopen. Bij de mannen senioren 45 en bij de categorie 50. Mevrouw de Korte, zijn laatste ronde. Ja, en hier is dan gefinished Rick van den Kamp. De eerste loper bij de mannen 40. Rick, van harte gefeliciteerd. Dus het zijn beide Rikken op de eerste plek. Juri Slaghekker, Remco Geerdink. En we zijn in afwachting van de tweede loper in deze wedstrijd. De eerste loop binnen de Twentse cross competitie. Ja, en hier is de visser gefinished bij de mannen 40, Detmar Roesink. Ja, ik op de tweede plek. We zijn in afwachting van de tweede loper bij de mannen senioren en ook natuurlijk bij de mannen 50. Het is 1,6, dus ik denk iets meer dan 6, 7 minuten. Het is slim met lopen, zo even met inlopen. Even ik ga pas over 20 minuten inlopen. Remco Harmes, zijn laatste ronde is ingegaan. En ze verwachten eindtijd is rond de 55 minuten, dus mooi binnen het uur. En hier gaat finishen. En het is Boy Fox bij de mannen senioren. Atletiekvereniging Haaksbergen. Boy Fox, uitstekend gedaan. En hier op de derde plek, op de tweede plek, hier is het. Ruben IJzink bij de mannen senioren en Davy Wolthuizen de vierde plek. En dames en heren, bij het finishen kunt u zo'n 15 meter later staat hier onze chip-inname. Daar kunt u de chip inleveren. En die kunt natuurlijk bij de volgende wedstrijd. Dus volgende week zondag weer. Arjan Simmelink gaat zijn laatste ronde in. Arjan, je gaat hartstikke lekker. Verwachte eindtijd voor jou is rond de 56 minuten. Mooi binnen het uur. Arie Freuberg, mannen 50. Hij is daar de eerste loper. Uitstekend gedaan. Bij de mannen 50, Arie Freuberg. Benno Scharenborg bij de mannen 40, hij is gefinished. Hartstikke goed, Benno, uitstekend gedaan. En volgende week, dames en heren, dan zal de tweede loop zijn 8 november bij, dat is de Dinkeloop in Losser. Benno Scharenborg. Edwin Mentink bij de mannen senioren, de zevende plek. Komt de eerste dame ook aan? De eerste dame gaat finishen. En bij de dames gaat finishen. Ja, dames en heren, graag applaus hier voor René van Hoof bij de vrouwen senior. De eerste plek uitstekend gedaan, René van Hoof. En zij voert natuurlijk nu de competitie aan. En volgende week mag ze haar zich verdedigen bij de tweede loop. En dat is de Dinkeloop in Losser, georganiseerd door AV Ivitos.
Robert Leuzenkamp. De mannen 50, de tweede plek. Henk Dijkhuis, Tom Harmsen. En zij zijn de laatste ronde ingegaan hier bij de Pingeloop. Hartstikke goed, Arjan Lammers. Maar bij de mannen 40 heeft hij de vijfde plek behaald. Uitstekend gedaan. Er zijn ook Lammersen die binnenkomen. Ook. Ze valt niet alleen maar uit, maar Arjan, die sterke tak van Lammers is dat. Ja. Hij is geëindigd op de vijfde plek. Uitstekend gedaan. Maurice Arnaldi, de 28e plek bij de mannen 50. Dames en heren, uw chip kunt u inleveren zo'n 15 meter na de finish, dan 20 meter, dan staat hier Richard met het aan. En Gerrit. En deze heren die verlost nu van de chip. Ook wel handig om hem wel in te leveren, want stel dat u hem aan uw schoenen laat en u gaat naar de volgende wedstrijd en daar heeft u weer een nieuwe chip, dan wordt u twee keer geregistreerd. Dus dames en heren, ook even hierin, probeer altijd te lopen met één chip, want anders wordt u twee, misschien wel drie keer geregistreerd. En daar finisht, jawel, Jasper Arnaldi op de 11e plek bij de mannen senioren. Uitstekend gedaan. En met 381 Richard Leuzink. En Richard Leuzink die is net gefinished en ook hij is niet alleen maar lopen, maar hij organiseert over drie weken, dames en heren, dan zal er hier ook in het bos, maar ook op de atletiekbaan, en dat is de start en finish van de ATP, de Run ATP Run, zal dan plaatsvinden een samenwerking tussen de atletiekvereniging en de Haarsbergse fietsclub. Haarsbergse Tour en Fietsclub die zullen dan samen de handen in staan om een loop, een ATP fietstocht, op fietstocht een wedstrijd en een loop te doen. Dus dat gaat gebeuren met mensen die het individueel deelnemen, dus deze beide categorieën gaan doen. Of je kunt het in combinatie met een fietser en een loper, wissel elkaar af. Dat gaat allemaal gebeuren op bij de start en de finish, die zal gaan plaatsvinden bij het clubhuis van de atletiekvereniging Haarsbergen. Uitstekend gedaan, Willem-Jan Tang. Hij is gebindend en Herman Hassink op de voet van Jan Willem-Jan Tank. En ook Tim Schoopman is gearriveerd. Uitstekend. Marco Lokhorst. Het mooie van Theo is, zolang ik... Maar hij blijft gewoon doorlopen. Als meer ook Jan Lammers. En Jan Lammers, hij is de... Jammer. De vierde plek heeft hij bij de mannen 50. Dus Jan net niet bij de drie. Maar Bert Lammers is wel gearriveerd. En dat is zo mooi. Mannen 50 plus de vijfde. En daar hebben we de eerste vrouw, Anja Hofman, bij de vrouw 35. Hartstikke mooi. Ook zij is binnengekomen. Uitstekende tijd. Binnen het uur 49 minuten en 13 seconden. Claudia Hilbold bij de vrouwen 35. De tweede plek is deze dames zaten vrij dicht bij elkaar. Daniel Kleinrot, mannen senior, de 13e plek. Ja.
Gerben Heimerink, Han ter Buren, uitstekend gedaan. Mooi binnen de 50 minuten. Rachel Kip gaat haar laatste ronde in bij de vrouwen senioren. Rachel Kip. En met 898 hebben we hier de vrouwen senioren. De tweede plek voor Deborah Wissink. En uitstekend gedaan. Toen Tanking gaat zijn laatste ronde in. Kijk of jullie vallen. Hans Tervoorde. Heren en dames, de deelnemer die een Saucony startnummer dragen, die wordt gevraagd, ik zou willen vragen even dit weer in te leveren. Dus uw startnummer in te leveren. En de lopers met Run Today. Deze lopers die kunnen hun startnummer bewaren voor de volgende keer. Het nummer wordt weer hergebruikt voor uw eigen competitiedeelname. Dus dames en heren, Run Today lopers. U bewaart uw startnummer voor de volgende keren. En dames en heren, heeft u een Saucony op uw startnummer? Dan mag u deze inleveren bij de wedstrijdorganisatie. Mark Heijzen, hij gaat finishen. En Mark is bij de mannen 50. De 13e plek. Uitstekend gedaan. Brian Trutlo, uitstekend, ja. Jet Klomp, de vrouw 35, de derde vrouw. Jet Klomp, uitstekend. Ja, dan kun je weer thuis komen. Door een hobbeling. Vrouw en senior, de derde plek. Die gaat bijna. Dames en heren, uw chip kunt u zo dadelijk inleveren. Ongeveer 20 meter achter de finish. Daar staan heren met een tuintje en die voeding van uw chip. Van belang is dat u deze inlevert, want laat u dan uw schoen zitten. Dan bent u bij de volgende lopen. Wordt u twee keer geregistreerd. Dat is verwarrend voor de positie waarin u gaat eindigen, gaat finishen, maar ook voor natuurlijk iedereen die u gaat volgen. En u heeft een startnummer. Daar sta je.
ben je voor. Ja, wacht, wil ik met de stad even beginnen? Ja. 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 Achmiddag, Lemko, Geerding. Ja, moet je niet doen. Ik sta nog niet stil. Uw startnummer, dames en heren. Als u zaken die op uw startnummer heeft, dan mag u deze inleveren bij de wedstrijdorganisatie. En Run Today. Dan mag u volgende week weer deelnemen. En zo natuurlijk hartstikke mooi vinden bij de loop in Dinkelloop in Losser. Ja, Gert-Jan Fox is ook binnengekomen. Ja, en hier staat hij op de 19e positie gefinished. Bijna al, dus met Gerrit Bultman van Laak Twente, Remco Harmes, gewinnen. En dames en heren, voor uw tijdwaarneming om 11:50 dan zullen starten de mannen senioren, mannen 40, mannen 50, de vrouwen senioren, vrouwen 35 en de jongens junioren A op de afstand van 5,6 kilometer. En dat zijn twee rondes. Zij mogen zich gaan melden ongeveer 5 minuten voor de start van hun tijd. Dus 5 minuten op 11:30 dan bij melden bij de startplek. En dames en heren, er gaan nog lopers finishen. Dus dames en heren, het parcours graag vrij houden voor allen die gaan komen. Arjan Simmelink, daar is hij. Zijn tijd 56 minuten en 53 seconden. Was dat afgesproken, Arjan? Ja, ja, helemaal goed. Arjan is gelukkig. Wij zijn gelukkig. Dean Williams. Hij is geëindigd bij de mannen 40. Op de 15e plek. Ik heb veel mensen dat doen, zijn ze ook wel. Oké, ik ga het proberen. Het laatste komt er nu aan. Jan Abrahams, stringelingeling, daar gaat hij de laatste ronde in. En zijn verwachte eindtijd is, dan zal hij waarschijnlijk onderweg zijn. Ja. Maar maakt niet uit, altijd gezellig. Ja. Met 364 is hier gewenst het Vincent extra kaarten. Vincent, hartstikke mooi. En hier hebben we Niels de Brake en hij sprint naar zijn vader en die zal hem ontdoen van de chip. Ja. Dames en heren, vandaag is de eerste keer dat er gelopen wordt met de chip tijdens de Twentse crosscompetitie. Het gebruik van de chip is natuurlijk al wellicht bij u bekend. En een fantastisch systeem om precies te weten welke tijd dat u gelopen heeft en dat u niet bij grotere wedstrijden, soms even een aantal minuten eer u de start, dat u daar bent aangekomen. Dus het geeft wel uw reële tijd. Maar dames en heren, ook hier voor de tijdregistratie bij de Twentse Cross Competitie in het systeem om het handig te maken ook voor de komende wedstrijden. Die gaan komen volgende week de Dinkelloop in Losser. En dan voor uw eigen agenda 29 november is de Bovenbergloop van AV Goor. En 6 december hebben we de wintercross in Eibergen. En dat is de laatste van de cyclus van 4. Ik heb het niet.
Dames en heren, over 10 minuten zal er gestart worden over de afstand van 5,6 kilometer. Er zijn twee rondes voor de mannen senioren, mannen 40, mannen 50, vrouwen senioren, vrouwen 35 en de jongens junioren A. Dus over 10 minuten wordt daar gestart. Ik denk dat ik altijd op een veld wonen. Ik denk altijd, en als ik dan weer richting huis kan, dan heb ik niet gebruikt om dan nog weer een grotere ronde te maken, zodat je dan nog weer verder kan. Ja, maar die zijn ze mooi verborgen. Ja, alleen als je het niet ziet. Ja, dat is niet van 700 meter. Dus dat is heel mooi. Ja. Nou ja, En hier binnen bij 404 is Rito Doesburg. Rita, ja, ik vond het een mooie naam, ook, wat anders ook onderschoten. Ik weet niet of ze dat bij die kinderen ook doen, maar ze vinden het wel vreselijk als ze met haar gaan hardlopen en bestaan een kans dat ze een AVH tegenkomen. Maar ik zei net al, ik weet niet, zeg ik dat tegen jou of tegen Inge? Astrid Gok en Dita Scharenberg, hartstikke goed. Astrid Gok finish bij de vrouwen 35 op de vierde plek. En er komen nog lopers binnen, dus dames en heren, het parcours graag vrede houden voor de mensen die gaan finishen. En we zullen om 8 minuten zullen gaan starten bij de volgende categorie. Er zijn twee rondes te gaan. Totaal 5,6 kilometer. Bij de mannen senioren, mannen 40, mannen 50. Bij de vrouwen senioren, vrouwen 35. En de jongens junioren A. Eén keer beweging en dan schiet ik weer helemaal in. Hoe kan dat? Ik heb het al sinds 2 januari vorig jaar. Toen is het echt duidelijk over belasting geweest. Maar ik ga nog met mijn stofzuiger. Ik heb het verder met de mensen. Ja. Ik heb op werk nou nog geen gevoel aangepast. Oh ja? Om school, ja, het is heel fijn. Ja. En dan te helpen omdat je dan minder je schouders op hebt. Ja, je zit op een breed. Ja, ik heb minder lang. Sabine Ibbink en Freddy Liebrand zijn gefinist. Ik ga mijn jas even wegbrengen.
Van nog een keer naar de Kenny Frederik en Riem Frederik zijn gewinst uitstekend. Ja, dat is wel Dames en heren, nog 4 minuten te gaan en dan wordt er gestart bij de afstand van 5,6 kilometer. Dus dames en heren, u mag zich melden bij de start. Daar gaat hij zo dadelijk lopen. 2 rondes. In totaal 5,6 kilometer voor de mannen, senioren, mannen 40, mannen 50, vrouwen, senioren, vrouwen 35 en de jongens, junioren A. Heeft u een startnummer met Run Today erop, dan bewaart u dit shirt, of deze, dit startnummer. En die kan u volgende week weer gebruiken bij de dikke loop en de volgende wedstrijden gaan plaatsvinden. Mocht u een startnummer hebben met Zalkeri, dan bent u vandaag hier lopende, niet binnen de Twentse crosscompetitie. Dan mag u het startnummer mag u weer gaan inleveren. Als mede ook natuurlijk uw chip die u aan uw schoen draagt ook. De chip kunt u inleveren 20 meter na de finish. Dan zijn we nog 3 minuten te gaan en dan gaan we starten met de afstand van 5,6 kilometer. Gaan we zien. Dames en heren, nog 2 minuten te gaan. Mag je? Wel, mag wel. Neem mij straks. Dames en heren, nog een minuut te gaan en een aantal secondes. Ja, ze zijn gefinished, hartstikke goed. Irma Granniger en Evelien Prins zijn gefinished en we gaan over 1 minuut gaan we starten. 5,6 kilometer zijn 2 rondes. Dus dames en heren, 2 rondes en heren die zo dadelijk gaan starten. Geen minuut meer te gaan. De starter vandaag is Han Slapman. En hij zal u voorzien van een startschot en dan gaat u 2 rondes. Dames en heren, nog 25 seconden te gaan. Ja. Alleen 10 seconden.
Dames en heren, en daar gaan ze, de dames en heren en de jongens junioren aan op de afstand van 5,6 kilometer. En dat zijn twee rondes. In totaal 60 deelnemers in deze categorieën. En het zijn natuurlijk mensen die deelnemen aan de Twentse crosscompetitie. Als mede mensen zeggen van vandaag loop ik hier bij de, op deze geweldige omstandigheden hier in het Assinkbos. De wedstrijdorganisatie AV Haaksberg heeft alles gedaan om voor u een prettige loop te maken. Maar ook voor u als publiek. Om hier een leuke wedstrijd neer te zetten. Omstandigheden zijn uitstekend. De mensen van de EHBO hebben op dit moment nog geen werkzaamheden hoeven te verrichten. Er zijn wel een aantal uitvallers geweest. Maar dames en heren, niet van ernstige aard. Dus omstandigheden zijn uitstekend. Hallo, wat is daar nog niet op meer? Ja? Zult het aantal er niet? Nee, dat is niet langer, of niet? Nee, dat is langer, ja. Ja, het was verkeerd ingedeeld. Het gaat zo dat jullie niet op deed. Ja, per januari, per dag.